Welkom allemaal bij deze webinar Diversiteit en Inclusie, georganiseerd door de VNG en ANO Fonds Gemeente. Mijn naam is Michelle Maduro en ik ben vandaag de dagvoorzitter. Jullie hebben me al vaker gezien voor de mensen die al eerder aangesloten zijn. Fijn dat jullie er weer bij zijn. We hopen ook dat er wat nieuwe mensen bij zijn, want het is zo belangrijk, diversiteit en inclusie. Het gaat erom dat iedereen zijn volle potentie mag benutten. En daar doen we allemaal toe. Wij kunnen daar allemaal een bijdrage aan leveren. Vandaag hebben we weer een bijzonder programma samengesteld met inspirerende sprekers. We gaan ook voorbeelden zien van tools die gebruikt zijn. En ook ja, wat er uitgekomen is, wat zijn de resultaten. En we willen natuurlijk ook dat u meedoet. Via de chat kan je vragen stellen of opmerkingen maken. Die krijg ik hier binnen en die bespreek ik dan weer met de sprekers. Nou, ik heb er echt heel veel zin in. We hebben ook een tekenaar in ons midden, Yara Rietijk. En laten we even naar haar toe gaan. Yara. Hoi. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Was het een goede morgen voor je, Yara? Ja, zeker. Ja. Ja. Prachtig mooi weer. Dus, en ik heb super zin om weer mee te tekenen. Ja, leuk hè. Want vandaag is het thema culturele diversiteit. Vertel, hoe komt dat tot stand, zo'n tekening? Wat ga je doen? Nou, wat wij doen is vooral echt heel erg meeluisteren en meetekenen. Dus eigenlijk tekenend luisteren. Ja. En dit is nu de derde keer, dus ik probeer ook een beetje aansluiting te zoeken bij de voorgaande keren. En aan het einde van de webinar is er dan een visuele samenvatting van de verschillende sprekers en wat er besproken is. En die, ja. Die zal ik dan ook delen. Ja, want die krijgen de kijkers ook toegestuurd, hè? Na de webinar krijgen ze dat via de mail toegestuurd. Want kan je ons je blad laten zien? Die is nu nog leeg, denk ik. Of een paar... Ja, hij is nu nog leeg. Ik ga hem heel even delen, hoor. Een moment. Ja, nu is het gewoon nog een wit blad eigenlijk. En ja. Aan het einde is die helemaal gevuld. Met quotes, opmerkingen. Ja, dus nu ziet die er nog zo uit. Ja. Nou ja, de tool en dat iedereen zichzelf mag zijn, dus dat heb ik net gehoord. En dan straks ga ik hem verder invullen. Ja. Wat gaaf zeg. Straks is hij helemaal gevuld, dat weten we van de vorige keren. En het mooie is dat als mens zijn we ook visuele denkers. Hè? Dus als we iets zien staan, vaak herinneren we dan wat er ook toen verteld is. Dus vandaar dat we alle zintuigen willen prikkelen van de kijkers. Yara, mag ik jou bedanken en ontzettend veel succes ook wensen vandaag om het allemaal op te tekenen. En dan zien we jou aan het einde weer terug. Klopt. Met de tekening. Yes. Ja. Okay. Doeg. Ja, culturele diversiteit. Als we daaraan denken, dan denken we ook aan de charterdiversiteit. En dat is zo belangrijk, een charterdiversiteit. Want dan kan je dat ook meetbaar maken. En ik wil eerst ook wat trommelgeroffel. Want we hebben 4 nieuwe gemeentes die de charter hebben ondertekend. En dat is gemeente Vlaardingen, heeft dat 26 januari gedaan. Gemeente Groningen en gemeente Lelystad en ook gemeente Gorinchem. Krijgen ze een virtueel applaus van ons, een warm welkom. Want we vinden het natuurlijk te gek dat ze het hebben ondertekend. En ook de VNG heeft de charter ondertekend. Ja, culturele diversiteit. Ik zat zelf te denken over het thema. En toen dacht ik van, wat houdt dat nou in? Waarom is het zo belangrijk? En ik heb er mijn hele leven mee te maken. Maar wat ik ook merkte, was dat soms kom je in situaties waarbij je zelf op een andere manier denkt. En dat wil ik graag met jullie delen. Op een gegeven moment had ik een afspraak op een school. En toen zei ik kwam daar op het schoolplein aan. Op de vuilnisbak zat er iemand met mijn huidskleur, gouden tand. En ik vroeg aan hem, bij degene bij wie ik moest zijn. Dus hij zei, oh, je moet naar boven, trap naar boven en daar zit hij. Dus ik kom daar aan,
Een witte leraar zit daar, goed gesprek mee gehad. En hij zegt tegen mij, Michonou, ik wil je even voorstellen aan de directeur. En we lopen naar beneden en u raadt het misschien al. Degene die op de vuilnisbak zat met mijn huidkleur en een gouden tand, was de directeur. Ik dacht dat hij de conciërge was. Hoe kan dat? Terwijl ik als geen ander weet hoe belangrijk het is en hoe erg het ook kan zijn als er gediscrimineerd wordt. Dit had te maken met dat ik nooit of heel weinig mensen in die functie heb gezien met mijn huidkleur die op mij lijken. En toen besefte ik, toen ik me bewust was van die gedachte, hoe belangrijk het is om cultureel divers te zijn. Hoe belangrijk het is om op allerlei functies verschillende mensen te hebben. Dat je jezelf kan herkennen erin. Dat wij onszelf kunnen herkennen erin. En daarom denk ik ook dat het verschil uitmaken, dat gaat niet alleen maar over kleur. Het gaat ook over een lichamelijke beperking die iemand kan hebben. Maar eigenlijk is het een lichamelijke kwetsbaarheid die ook als een pluspunt kan gelden. Maar wil je dat zien? En als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. Het is van belang dat de bewoners, dat de inwoners, waar je het voor doet, hè, want de gemeente, je bent dienstbaar voor de inwoners, dat die zichzelf ook terug kunnen zien binnen de gemeente. En de volgende spreker die ik mag aankondigen, zij leeft diversiteit en inclusie. Het is haar passie. Zij zegt er zelf over, dit begon al in mijn vroege jeugd, waarin ik zag dat niet iedereen tot z'n recht kwam, omdat er geen ruimte werd geboden aan eigenheid. Het anders zijn werd weggezet en dat gaf mij het gevoel van onrechtvaardigheid en gemiste kansen. Ik heb het over de eigenaar van organisatiebureau Inclusioncy en expert op het gebied van diversiteit en inclusie. Zij neemt ons mee aan de hand van een persoonlijk verhaal, zal ze hele belangrijke punten uitlichten met betrekking tot het thema ook culturele diversiteit. Mag ik een daverend virtueel applaus voor Bushra Talidi. Bushra, welkom. Dank je wel, Michonou. Dank je. Deze foto is gemaakt in 2019. Het jaar waarin ik na 14 jaar afscheid nam van de Rijksoverheid. En als medewerker in loondienst. Er waren meer dan 100 mensen op mijn afscheid. En mijn verzoek om met een klapper te vertrekken op een manier die bij mij past, kwam uit. Anders dan anders. Niet volgens de protocollen zoals het hoort. De muziek van een kleurrijke brassband galmde luid in de grote ruimtes van het ministerie van Sociale Zaken. Ambtenaren kwamen achter hun bureaus vandaan om te kijken wat er aan de hand was. Er verscheen een lach op hun gezicht. Dit hadden ze hier nooit eerder gezien. De heerlijke geur van Surinaams eten werd rijkelijk opgeschept. En voor de liefhebbers waren er zelfs bakjes om wat mee te nemen naar huis. Er werd uit verschillende hoeken hartelijk gelachen en er werd heerlijk gelimbodanst. Dat er geen alcohol werd geschonken, viel een aantal mensen niet eens op. En anderen keken juist weer wat beteuterd. Welkom op mijn afscheidsfeest. Mijn vertrek voelde als winnen en falen. Winst, omdat ik de keuze had durven maken om vrij te zijn. Weg uit het systeem. Mijn eigen keuzes maken en niet meer afhankelijk zijn van beoordelingen van anderen, die zich niet altijd in me herkennen. Ik had een keuze gemaakt om een pad te kiezen die ik al langer ambieerde. Die van ondernemer, maar die ik nog niet eerder had bewandeld, omdat niemand me was voorgegaan. Ik stapte uit een systeem dat het niet altijd begreep wat er speelde in de samenleving. Maar mijn vertrek voelde ook als falen. Ik was in die tijd manager diversiteit en inclusie voor het ministerie van Sociale Zaken. Ons doelstelling was, onder andere, om meer mensen met een niet-westerse achtergrond in de top te krijgen. Maar juist ik
Ik liep vast. Zelfs na het afronden van het MD-traject, de felbegeerde opleiding voor toekomstige leidinggevende. Zelfs na mijn bewuste beloning voor buitengewone prestaties. Zelfs na de aanbeveling van de hoogste top in de hoogste baas in de top. Zelfs na afspraken tot promotie met mijn directeur. Ik kwam geen stap vooruit. Tegelijkertijd zag ik dat mensen die na mij in dienst kwamen, ook mijn stagiair, mij links en rechts voorbij schoten qua inschaling. Ik sprak me er herhaaldelijk over uit, maar werd niet gehoord. Wat te doen? Weer geduldig blijven? Nog meer proberen aan te passen? Nog harder werken? Net als toen ik de hoogste cijfers in mijn klas behaalde en toch maar naar de MAVO moest omdat mijn ouders niet geschoold zijn? Net als toen ik allemaal tienen haalde in de brugklas, maar dat ze er toch maar een 9 van maakten op mijn rapport, omdat de kans groot zou zijn dat ik mijn volgende rapport een enorme daling naar beneden zou maken, moest ik me weer in een mantelpakje hijsen, terwijl ik toch echt liever in een bloemetjesjurk rondloop? Op de foto zie je mij met één van de hoogste ambtenaren van de Rijksoverheid. Mijn opdrachtgever om het ministerie diverser en inclusiever te maken. Een hart van goud. Betrokken en iemand die zich niet in een pulletje laat douwen, zoals ze dat zelf zegt. Ze wilde niet dat ik vertrok. Ze vroeg me of er nog iets gedaan kon worden om mij te behouden. Ik vertelde haar dat het te laat was. Het kon niet meer. Ik was klaar. Ik was uitgeput. En zij zag het. In haar speech tijdens mijn afscheid haalde zij 2 liedjes aan. Het lied Het duurt te lang van Davina Michel, die haar aan mij deed denken. Mijn geduld was op. En Hoe het danst van Marco Borsato. Wil je weten hoe het danst zonder mij? Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het moet, zet ik een stapje opzij. Als dat beter is. Eigenlijk wilden wij samen. Samen blijven dansen om dat plafond van ongelijkheid te doorbreken. Maar ik kon niet meer. Het was klaar. Het was bitterzoet. Maar goed, dingen lopen zoals ze lopen. Mijn bedrijf loopt nu heel erg goed. En ik ben heel blij dat ik hier vandaag voor jullie mag staan en jullie wat meer over culturele diversiteit mag vertellen. Goedemorgen allemaal. Ik wil bij het begin beginnen. Diversiteit en inclusie. Even de basis. Ik weet dat jullie al eerder over diversiteit en inclusie hebben gehoord, maar het kan geen kwaad om daar heel kort bij stil te staan. Wellicht bij jullie bekend, de ijsberg. He, een topje van de ijsberg boven de zeespiegel. En daaronder zie je ook een stuk van je diversiteit, je innerlijke diversiteit. Wat ik wil benadrukken is dat we allemaal divers zijn. Ook die witte man van middelbare leeftijd. We zijn allemaal verschillend en dat maakt ons mooi. En wat is dan inclusie? Inclusie is dat met je al je verscheidenheid dat je mag zijn. Dat je mee mag doen. Dat er sprake is van een gelijk speelveld. En dat zie je op het tweede plaatje. Dat je niet een ophoging nodig hebt. Maar dat al die barrières worden weggehaald. Zodat iedereen mee kan doen met zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten. En deze quote kennen jullie wellicht ook al. Van Verna Meijers hoofd bij Netflix. Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance. En daar maak ik mijn eigen versie van. Want wat mij betreft is dit een quote die niet compleet is. Want waar het ook om gaat, is dat je niet alleen uitgenodigd wordt om mee te dansen, maar dat je ook meebeslist welke muziek wordt gedraaid en welk eten. Surinaamse hapjes, lekkere brassband. Zodat je echt volwaardig meedoet en niet uitsluitend wordt uitgenodigd. Diversiteit en inclusie dus. Maar als we even inzoomen op culturele diversiteit. Wat is dat? Ik wil jullie vragen om. Ik ga jullie 1 vraag stellen vandaag. En ik wil jullie vragen om in de chat daar een antwoord op te geven. Wat versta jij nu
onder culturele diversiteit. Zet het in de chat. Ik ben heel benieuwd wat dan naar boven komt. Ik doe jullie alvast een paar suggesties, zodat jullie niet heel ver hoeven te zoeken. Even kijken. Ik ben wel benieuwd. Komen er al wat antwoorden binnen, Menchino? Nou, er komt al een antwoord binnen dat het een hele leuke toevoeging is op de quote die jij net had aangehaald. En verder zijn ze nog druk aan het nadenken wat ze daar... Wat culturele diversiteit is. Wat ze daaronder verstaan, ja. Ja, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Want als je kijkt naar hoeveel termen we met z'n allen gebruiken... etnische minderheden, migratieachtergrond, religieuze diversiteit... niet-westers, westers, biculturele, nieuwe Nederlanders... enzovoort. Dat schept verwarring. Ja, er komt al wat binnen. Nou? Precies, verscheidenheid, zegt Lieke. En Tanja zegt dat iedereen zichzelf mag zijn. Ja, jezelf mogen zijn. Maar wat is dan cultureel? Wie is cultureel divers? Wie zijn die mensen waar we het over hebben? Wie zijn ze nou? Nou, ik ga eens even naar wat definities. Dank jullie wel, Tanja, in elk geval, hoorde ik. Ja, en Latifa, verschillende gebruiken, gewoonten, kijk op de wereld. Ja. En VAC zegt een culturele is een mix van alles. Zodat denk ik, iemand anders is dan jij, dat het gewoon gemixt wordt. Een mix van verschillende culturen. Ja. Hartstikke mooi. Zo zie je, maar er is niet echt een eenduidige definitie... Ik heb eens ook voor jullie natuurlijk even gekeken van, nou, wat is nou gangbaar en standaard? Nou, dat wisselt heel erg, hè? Je hebt bijvoorbeeld de Rijksoverheid, die gebruiken werknemers met een andere moedertaal, cultuur. Bijvoorbeeld als zij zelf, hun ouders of grootouders ergens anders zijn geboren. Dat is een mogelijke definitie. Maar vaak wordt ook een CBS-definitie gehanteerd. Hè? Dat een van de ouders in het buitenland is geboren. En dan maken we ook nog eens onderscheid tussen eerste en tweede generatie. Vervolgens kijken we de naam Westers, niet-Westers. Komt ook van de CBS. Personen met een migratieachtergrond in een van de landen zoals Afrika, Latijns-Amerika en Azië. En Turkije, niet te vergeten. Dat zijn een aantal definities. En nou werk ik zelf heel veel als manager diversiteit en inclusie. Op dit moment toevallig bij de gemeente Arnhem. En dan kijken we even puur naar van wat speelt er nu. En hoe definieer je nou wat mij betreft? Wat mij betreft noem je het beestje bij de naam. En wat bedoel ik daarmee? We hadden het net al even, jullie hoorden bij de introductie al, het gaat erom dat je je data op orde hebt. Dat je weet hoe je personeelsbestand eruit ziet. Dus op het moment dat je weet dat het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond onvoldoende vertegenwoordigd is, ook in de verschillende schalen, dat je daarop inzoomt. En dus niet met van alles en nog wat komt, waarbij je misschien het echte vraagstuk voorbij schiet. Bij de Rijksoverheid hebben ze de focus op niet-westers. En daar hebben ze ook ambities geformuleerd voor schaal 11 tot met 14 en 14 en hoger. Dus mijn advies aan alle kijkers is, kijk naar je personeelsbestand. Hoe ziet het eruit? En waar loop je nou precies achter? Want wat zagen ze bij de Rijksoverheid? Als je kijkt naar westerse diversiteit, westerse migranten. Nou, dat liep gewoon heel voorspoedig. Dat is gewoon, komt helemaal overeen met het arbeidspotentieel. Dus noem het beestje bij de naam. En waarom is het nou zo belangrijk? Waarom hebben we het ook nu weer over culturele diversiteit? Nou, jullie zien hier een rijtje met allerlei motieven. Ik ga ze één voor één langs. Nou ja, economisch motief. Dat geldt misschien niet direct voor overheden, maar toch een belangrijk motief. Want wat zien we bij organisaties die diverser zijn en inclusief, niet te vergeten, dat ze gewoon betere resultaten halen? Nou, een grote vijver aan talenten, een grote afzetmarkt, innovatiever, creatiever en gewoon imagovoordeel. Er is ook onderzoek naar gedaan. Kijk naar McKinsey. McKinsey heeft gewoon een aantal jaar achter elkaar onderzocht hoe dat nou zit met culturele diversiteit. En wat hebben zij gezien? Dat je als organisatie, als je werkt aan etnisch en cultureel diverse organisaties, dat zij gewoon 36% meer kans op meer winst maken dan een gemiddelde organisatie. En Motivation heeft ook nog eens bevestigd van, nou, dit is een belangrijke groep, die cultureel diverse groep, want ze hebben een enorm besteedbaar inkomen van 17 miljard. Je verbrandt dus gewoon je geld als je niet bezig bent met culturele diversiteit. Wat
een studie ook uitwijst, is dat als een merk diversiteit uitstraalt, dat mensen met een etnische minderheden 42% eerder geneigd zijn om naar die merk over te stappen. Dus het is gewoon commercieel ontzettend slim. En nou zijn jullie geen commerciële instellingen. Maar wat wel geldt, en dat geldt voor alle bedrijven en alle organisaties, is oprechtheid. Wat je hier ziet is een reclame van een Koreaans bedrijf. Jullie hadden het net ook over Korea. Dit is een Koreaans bedrijf. Style by Nanda heet het. En wat je ziet, ik weet niet of jullie opvalt, maar zij maken dus, ze hebben twee handen, een donkere hand en een lichte hand. Maar zoals jullie wellicht ook weten, donkere mensen hebben gewoon ook een lichte handpalm. En dat waren ze vergeten hier bij het photoshoppen. Sterker nog, ze zijn zelfs het pinkje vergeten een kleurtje te geven. Dit is niet oprecht. Dit is niet eerlijk. Dit maakt het gewoon niet... Sterker nog, dit heeft een averechts effect. Dus als jij aan culturele diversiteit wil werken, doe dat dan vanuit een echte why. Snap waarom je het wil en waarom je het belangrijk vindt. Een ander motief, naast het economisch motief, is legitimatie. Oftewel, aansluiting vinden bij de samenleving. Onze samenleving is super divers. 25% van de Nederlanders heeft een migratieachtergrond. En in 2060 is dat 30%. Daar kun je gewoon niet meer omheen. Ik ga jullie nog wat cijfertjes laten zien. Niet allemaal ga ik ze benoemen. Maar het is wel goed, zeker als ambtenaar, als je voor een gemeente werkt, dat je je mensen kent. Wisten jullie dat 2 miljoen van de biculturele mensen die wij hier in Nederland hebben, tenminste één ouder een christelijke achtergrond heeft? En dus niet alleen moslim. 1,7 miljoen biculturele Nederlandse eerste of tweede generatie wonen niet in Randstad. 10% van de inwoners van Gouda is eerste of tweede generatie Marokkaans. En zo kan ik doorgaan. Deze vond ik ook mooi. Ik ben zelf Twentse, kom uit Enschede, maar Almelo is in de buurt. 8% van de inwoners van Almelo is eerste of tweede generatie Turks. Ken je cijfers, ken je feiten, weet, ken je gemeente. Goed, economisch motief, legitimatie, hebben we het over gehad. Maar wat is dan sociaal, dan vervolgens sociaal motief? Diverse en met name inclusieve organisaties presteren beter als ze inclusief zijn. Je hebt loyalere medewerkers, minder ziekteverzuim, mensen werken beter samen, ze kunnen beter omgaan met conflicten. Maar dit alles onder één voorwaarde, als er ook goed en inclusief wordt gemanaged. Dan ga ik naar het stukje rechtvaardigheid. Als ik bij organisaties kom en ik vraag ze, waarom wil jij werken aan diversiteit en inclusie? Waarom heb jij mij hier nou uitgenodigd om jou te komen adviseren? Dan zeggen ze vaak, omdat het niet anders kan. Het kan niet zo zijn dat sommigen worden voorgetrokken en anderen weer niet. Het stukje rechtvaardigheid kan niet. Ik weet niet of jullie deze foto herkennen. Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën en de gedupeerde van de toeslagenaffaire. En als ik naar deze foto kijk, dan vraag ik me altijd af, was al dit alles ook gebeurd als er meer culturele diversiteit in de organisatie was? Als er meer culturele diversiteit in die top was, dat er iemand riep, hé, maar wacht eens even, dit gaat ook over mij. Culturele diversiteit gaat ook over een stukje privilege die we allemaal hebben in een bepaalde vorm. En daarom wil ik jullie deze film even laten zien. Hey, line up! Line up! Everybody line up! We're about to race! Everybody line up! Shoulder to shoulder! Take off your backpacks! Basketball, line up! We're about to race! Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm gonna make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take two steps forward. If those statements don't apply to you,
I want you to stay right where you're at. Take two steps forward if both of your parents are still married. Take two steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take two steps forward if you had access to a private education. Take two steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take two steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take two steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take two steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take two steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! Goed, even abrupt afgekapt, maar toch. Dit filmpje raakt me elke keer weer. Ik doe hem ook fysiek, echt met groepen. Wat ik wil benadrukken is, we hebben allemaal, of je nou een andere culturele achtergrond hebt of niet, maar we hebben allemaal onze privileges, of juist niet. En waar het om gaat, is dat je even achterom kijkt. Wie is diegene die achter mij staat? Waar komt die vandaan? En waar kom ik zelf vandaan, als je juist zelf achter staat? Luister naar elkaar, kijk naar elkaar, begrijp elkaar. Privileges. Goed, even terug. Ik heb jullie verteld over het economisch motief. Legitimatie, het aansluiting vinden bij de samenleving, dat er daarom culturele diversiteit belangrijk is. Het sociale motief, om je mensen echt te behouden en echt een betere organisatie te worden. Het stukje rechtvaardigheid, privileges. De toeslagenaffaire. Maar wat ook belangrijk is, en wat Minshew zojuist ook aanhaalde, is representatie. Waarom is culturele diversiteit nou ook belangrijk? Culturele diversiteit binnen een organisatie is ook belangrijk omdat je herkenning wilt. Ik had zelf, Minshew vertelde over de conciërge, maar ik heb zelf mijn eigen rolmodel ook gehad. Dat was er toen in 2006, toen ik bij het ministerie ging werken. Daar was een directeur, Marilyn. En Marilyn is, net als ik, jurist. Een andere afkomst heeft ze. Allebei getint. Allebei niet zo heel erg groot. En toen ik haar zag, dacht ik, oh, als zij dat kan, kan ik het waarschijnlijk ook. Dat stukje representatie in die ander. Maar waar het ook om gaat, is dat je iets doet aan de beeldvorming
Want hoe vaak zien wij bijvoorbeeld de Marokkaanse jongeren wel niet geportretteerd als de mokromafia of andere crimineel figuur. Maar het kan ook een Abu Talib zijn. Sterker nog, het zijn vaak de Abu Talibs en andere toppers die we hebben met een andere culturele achtergrond. Alleen die zien we wat minder. En die zitten wat minder vast in ons brein. Van dat is iemand met potentie die wat kan. En hoe vaker je het ziet, hoe eerder je zo iemand in een ander vakje stopt dan slecht, fout, eng, vijandig. Maak het wat dichterbij. Dus het heeft ook een dubbelfunctie. Iemand herkent zichzelf wat meer en zal waarschijnlijk wat meer groeien. En je gaat mensen in een ander hokje stoppen. Representatie. Normaal gesproken vertel ik nooit over één diversiteitsdimensie. Waarom? Omdat we van alles en nog wat zijn. Ik heb Marokkaanse roots. Ik ben geboren en getogen in Twente, Enschede. Ik ben een vrouw. Ik ben een moeder. Ik ben extravert. Ik ben niet één ding. En jij bent ook niet één ding. En zo moeten we ook naar mensen kijken, dat ze meer zijn dan alleen één aspect. Dus als jij naar culturele diversiteit kijkt, vergeet dan ook niet de mens achter het kopje, de culturele diversiteit. Ik heb jullie net mijn verhaal verteld van mijn loopbaan. En daaruit heb ik een aantal lessen geleerd. Wat ik heb geleerd zijn drie dingen. Dat diversiteit alleen een kans van slagen heeft als je je bewust wordt van je eigen onbewuste vooroordelen en privileges die we allemaal hebben. Dat als het systeem niet inclusief is, zelfs de hoogste baas van een organisatie ongelijkheid niet kan doorbreken. Wat ik geleerd heb, is dat als je talent niet koestert, dat het een plek vindt waar het wel tot haar recht komt. Dank jullie wel. Nou, dank je wel, Bushra. Ik ben er helemaal stil van. Ook omdat het raakt. Ook dat filmpje hè, wat je net had laten zien. Amina vraagt of dat linkje gedeeld mag worden. Omdat ze het ook graag wil delen met anderen. Tuurlijk. Want je begon al met beestje bij de naam noemen. Wat kom jij nou tegen in organisaties wat men moeilijk vindt als jij het beestje bij de naam gaat noemen? Ja. Kan je iets met ons delen daarover? Zeker. Nou, ik kom bij heel veel organisaties en daar help ik ze op weg, vaak als een kwartiermaker, om diversiteit en inclusiebeleid in kaart te brengen. En dan vraag ik data op. He, man, vrouw, welke schalen, fulltime, parttime, noem maar op. Verschillend. Maar als het aankomt om culturele diversiteit, dan wordt het even lastig. Dan wordt het van wat gaan we. En dan gaat het met name over. Nou ja, wij willen meer niet-westerse medewerkers. Ik heb begrepen dat hierna nog. Dan wordt er gesproken over de barometer culturele diversiteit. Nou, dat is hartstikke mooi dat jullie daarover hebben. Dingen alleen is dat dat voor grote organisaties werkt, kleine organisaties wat minder. Ja. Dus dan moeten ze op vrijwillige basis moeten ze dan uitvragen bij mensen van, nou, heb je een andere culturele achtergrond? Heb je niet-westerse achtergrond? Dus waar loop ik tegenaan als het gaat om culturele diversiteit bij organisaties, bij data? Dan is het vaak dat stukje toch wel kunnen bijhouden waar je nu staat en waar je naartoe wil. Ja, en dat het ook niet een oordeel is, maar gewoon heel eerlijk kijken, zodat je ook echt die verandering in gang kan brengen als je dat zou willen. Er wordt zelf ook zo'n lijn gedaan. Ik denk dat het over dat filmpje gaat. Was indrukwekkend om dat met collega's te doen. Dus de lijn wat er in dat filmpje naar voren kwam. Bedankt voor het delen. Lieke zegt, AVG maakt data verzamelen toch ook lastig. Hoe kun je dat oplossen? Ja, volgens mij komt hierna een hele presentatie hierover. Ik denk dat ze daar het beste. Ik maak zelf gebruik van de barometer culturele diversiteit. Zij kunnen dat AVG-proef doen. Zit wel op een aggregatieniveau van 250. Maar daar kunnen de volgende sprekers zeker heel veel over vertellen.
Als dat niet kan, omdat je een kleinere organisatie hebt, dan kun je dus kijken of je op vrijwillige basis mensen kunt uitvragen. Ik weet dat PwC dat doet en dat ze toch wel op 90% scoren, dat mensen dat ook echt invullen. Ja, want als je, denk ik, mensen ook de eigenaarschap daarvoor geven door het vrijwillig te doen, dan krijg je ook die wisselwerking. Ja, en je moet goed, waar het ook om gaat, is dat je uitlegt waarom jij dat wil. Ja. Wat is nou die achtergrond? Waarom wil je werken aan culturele diversiteit? Waarom vraag je de informatie op? Ja. Dat is zo belangrijk. Doe je dat omdat je het gewoon wil weten? Of doe je dat omdat je echt een missie hebt? Wil je mensen een kans geven? Wil je die plafond doorbreken? Ja, en als je dat goed kunt uitleggen, zullen mensen meewerken. Ja, want dan werkt iedereen mee aan die beweging. Juist. Amina stelt ook een vraag. Ik krijg vaak het argument terug. Je moet toch focussen op kwaliteit bij het werken van medewerkers? Als we focussen op diversiteit, is dat ook een vorm van discriminatie? Of is dat ook een vorm van discriminatie? Hoe reageer jij hierop? Ja, nou, ik krijg hem ook. Misschien jij ook? Ja. Ja, ja. Ja, kwaliteit gaat voor. Ja, we zijn het allemaal mee eens. Kwaliteit gaat voor. En daarom moet je juist een divers team hebben, omdat je kwaliteit wil. Maar weet je waar het om gaat? Kwaliteit is iets subjectief. Mm-hmm. Jij bepaalt vanuit jouw bril en jouw ogen wat kwaliteit is. Ja. En wat zien we nu? De meeste mensen zijn toch wel Nederlanders die echt van oorsprong Nederlanders zijn. En in de top vaak witte mannen. Mm. Zij definiëren kwaliteit vanuit hun bril. Dus ja, kwaliteit gaat altijd voor. Zeker. En daarom zou je juist divers moeten zijn. Plus, denk even na, wat is nou kwaliteit? Wat is aanvullend? Wat is complementair voor ons? Ja, en wat kan je Amina meegeven om te reageren? Kan ze misschien met een vraag terugreageren van over als iemand daarmee komt van wat betekent kwaliteit voor jou? Ja. Dat ze dat gewoon teruggeeft. Ja, ja. Ja. En waarom is dat voor jou kwaliteit? Vaak zijn dat, kijk maar naar vacatureteksten, welke competenties worden uitgevraagd, zijn vaak ook, kijk daar ook met een inclusieve bril naar. Ja. Wil je meer vrouwen, ga dan wat meer op samenwerking zitten. Of zorg er dus voor dat jij, Amina, het is Amina. Ja. Amina, ik geef jou als tip mee, stel de vraag terug. Wat versta jij onder kwaliteit en waarom is dat kwaliteit voor jou? En wellicht kun je ook nog meegeven van, nou, lijken we dan niet allemaal te veel op elkaar? Want we hebben allemaal dezelfde kwaliteiten. En zouden we niet een ander stukje kwaliteit erbij moeten hebben? Ja, wat mooi. En ook heel concreet om het zo. Laatst was ik ook bij een event en Nadine Ridder die sprak ook erover, over intersectionaliteit onder andere. En toen zei ze ook, soms worden je vragen gesteld of maken mensen opmerkingen en dan doet dat pijn. En zij gaf als tip om ook met een vraag terug te reageren. Dus niet die emoties, maar een vraag te stellen om juist toch ook in contact te blijven met elkaar. Herken jij dat? Zeker. Nou, weet je, sommige vragen komen bij mij ook heel erg, toch wel goed binnen. En in het verleden was ik ook wel fel en dan bam, bam, bam. Maar dat werkt niet. Weet je, dat werkt echt niet. Want je moet echt in verbinding zijn. Wat ik doe, is proberen in te leven. Waar komt die ander vandaan? Waar komt die vraag vandaan? Ja. Want het is gewoon iemand die, als iemand zegt van ja, maar moet toch kwaliteit? Dat is gewoon iemand die nog niet het volledige plaatje ziet. Dus probeer je in te leven in die ander. Waarom stelt hij deze vraag? Ja. En ga met elkaar in gesprek. Ja. En die emoties, ja, weet je, op een gegeven moment, dan geef je het een plekje. Ja, ja, en die zijn er en die kan je met elkaar erover hebben. Dus ik denk ook dat het voor gemeentes goed is dat mensen dat ook kunnen uiten, met elkaar kunnen uitwisselen, want het doet soms gewoon pijn. Zeker. Alleen dan gaat het er weer om, wat doe je daarna? Ga je door die pijn heen of ga je het helemaal wegdrukken? Amina, heel fijn antwoord, dank je wel. Dus ze kan daarmee aan de slag. En in je presentatie kwam ook naar voren dat 42% van de mensen met een migrantenachtergrond dan naar dat bedrijf gaan als ze gerepresenteerd worden. Zeker, ja. Dat is echt, ik kende dat cijfer niet, maar ik stond daar echt van te kijken. Ja. Dus ja, dan zou je denken van, dat is, nou ja, goed, kijk, Accenture heeft er onderzoek naar gedaan en ze hebben ook gekeken naar hoe vrouwen daarop reageren. Dan zie je ook gewoon dat mensen gewoon veel eerder geneigd zijn als er sprake is van representatie, dat ze dan overstappen. Dat geldt dus ook voor organisaties zoals de gemeente. Ja. Als jij gerepresenteerd wordt, dan ben je eerder geneigd om daar naartoe te gaan. Want je herkent jezelf en denkt, hé, ik ben daar welkom. Ik kan daar tot mijn recht komen. Ik word gewaardeerd.
Ja, en nou kan ik me voorstellen dat er gemeentes nu ook aan het meekijken zijn die nog niet heel divers zijn. Hmm. Dus welke stap kunnen ze maken als we bijvoorbeeld denken aan vacatureteksten? Is het misschien ook niet een idee om op een andere manier mensen te werven en juist de mensen waar het om gaat die erbij te betrekken in plaats van over de mensen te praten, zeg ik altijd, ga met ze in gesprek. Absoluut. Nou, dat is een heel goed punt. Weet je, het start sowieso al met de vraag, waarom wil jij culturele diversiteit? Waarom? Je moet echt kunnen uitleggen. Want als je het niet oprecht doet, zoals dat plaatje met Style by Nanda, wat ik niet zie met de hand, echt een no-go. Maar snap waarom. Draag het uit, communiceer het. En vervolgens wat er gebeurt is dat er vaak wordt geïnvesteerd in de instroomkant. Hè? Dus dat je mensen binnenkrijgt. Dat is hartstikke goed. Maar vergeet alsjeblieft niet die inclusiekant, dat je mensen behoudt. Ja. Maar als het gaat over die instroom, dan gaan we vaak inclusief werven en selecteren. Dan hebben we een systematiek wat ontzettend goed is. En ik beveel het ook aan. Maar vergeet niet dat je ook echt even doe de check bij je collega's met andere culturele achtergrond. Vraag even, hoe komt dit? Weet je, hoe vind jij dit? Ik organiseer zelf ook labdagen. Dan ga ik met een team één dag gaan we zitten. Gaan we met elkaar kijken. Oké, wij willen we hebben hier een vacature. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we dit wat breder uitzetten? Ja. En wat we dan doen op zo'n dag is gewoon echt bellen met mensen met andere culturen, met jongeren, studenten, noem maar op. Om te kijken van, wat vind jij hier nou van? Wat kan ik anders doen? Welke netwerken kan ik gebruiken? Dat is zo anders en verfrissend. Het kost even tijd. Ja. Je bent er even een dag zoet mee. Maar daarna heb je iets voor altijd. Ja, want dat maakt het dan wel weer duurzaam. Want je benoemde net een inclusieve werkomgeving. Ja. Kan je ons wat meegeven daarin? Wat misschien mensen doen met alle goede bedoelingen, maar wat helemaal niet werkt om een inclusieve werkomgeving vorm te geven? Ja, nou ja, inclusiviteit. Nou, ik begon mijn persoonlijk verhaal. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat best moeilijk om te vertellen, omdat ik nooit eerder heb verteld waarom ik weg ben gegaan na 14 jaar bij de Rijksoverheid te hebben gewerkt. Waar het om gaat is dat je moet investeren in inclusieve leiders. Sowieso. Ja. En wat is dat nou, een inclusieve leider? Mm-hmm. Inclusieve leider is iemand die zich echt kent. En zijn eigen onbewuste vooroordelen ook kent. En zich daar bewust van is. Een inclusieve leider is iemand die verbinding maakt. En in gesprek gaat. Niets gaat ontwijken. Een inclusieve leider is ook iemand die voor de zaak gaat staan. Als er iets speelt. Ja. Dat hij zegt bijvoorbeeld pest op de werkvloer. Van dit kan niet. Nee. Maar inclusie gaat ook over inclusieve teams. Durven we elkaar feedback te geven? Is het veilig? Ja, want die emotionele veiligheid, die is heel belangrijk. Hè? Vaak is dat het is altijd voelbaar. Alleen, vaak spreken we daar niet over op de werkvloer, omdat dat toch spannend is. En het is natuurlijk ook niet altijd een heel fijn gesprek, want het zal ook schuren. Ja. Maar dan weet je wel dat je wel op de juiste punt zit als het schuurt, toch? Absoluut. Nou, ik presenteerde net de meerwaarde van diversiteit en inclusie, hè? De economische legitimatie enzovoort. Maar zo makkelijk is het niet. Het is ontzettend lastig werk aan diversiteit en inclusie. En het gaat schuren. En in het begin is dat lastig. Maar op een gegeven moment ga je echt vruchten van plukken. Noem je dat ook alweer? Ja. Nederlandse spreekwoorden. Ja. En dan op een gegeven moment zie je het resultaat. Maar dat vraagt een aantal dingen. Dat vraagt iets van jou als medewerker. Het vraagt wat van leidinggevende. Maar het vraagt ook iets van de organisatiestructuur en de cultuur. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan, welke mensen geven we nou promotie? En op basis van welke criteria zijn die ook objectief? Of zijn ze weer vanuit die gekleurde bril? Ja. Dat je daar naar kijkt. En stel je voor dat je in een team zit waar die open klimaat niet is. Wat kan je diegene meegeven? Want soms kan iemand zich best wel eenzaam voelen, terwijl hij in een heel groot team zit. Wat kan diegene doen om toch ook op te laden? Want het kan een energielek zijn. Ja, dat is echt heel erg zwaar. Om elke dag weer terug naar die omgeving te gaan. Ja. En wat er gebeurt als mensen zich niet inclusief voelen, is of ze passen zich aan de omgeving, verstompen. Hè, zijn niet meer zichzelf. Of ze gaan weg. Dat zijn twee dingen die er gebeuren. Maar wat je eigenlijk wil, is dat die persoon juist in zijn kracht wordt gezet. Want waarschijnlijk is die persoon uniek en anders en heeft hij wat in te brengen. En ik zou die persoon toch echt wel willen adviseren van, blijf bij je gevoel en blijf bij jezelf. Ja. En spreek je uit. Als dat niet bij je leidinggevende kan,
Kijk eens bij een vertrouwenspersoon of een collega, ja, waar je je veilig bij voelt. Ja. Spreek je uit, hou het niet bij jezelf. Nee, want dat is echt ziekmakend. Dat is ziekmakend. Dat zijn de burn-outs. Ja. Nou, wat mooi dat je dit, hoe je dit zo deelt en hoe je dat ook echt uitdraagt. En als je kijkt naar, 15 jaar geleden en nu qua inclusieve organisaties. Is er een stijgende lijn? Nou, dat valt nog wel mee. Er was onlangs nog een onderzoek van Workaday. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Als je daarin is Nederland vergeleken met andere Europese landen, hoe wij doen met diversiteit en inclusie. Nou, de meeste, 80% van de directeuren van organisaties, die hebben echt zoiets van, ja, diversiteit en inclusie is belangrijk. Europees niveau, Nederland is dat 60%. En als je dan ook nog eens inzoekt op HR-directeuren, is slechts 25% van de HR-directeuren zegt van, ja, dit is zo belangrijk voor mij, diversiteit en inclusie. Ja. We laten ons nog veel te veel meeslepen met de waan van de dag, waardoor we korte termijn beslissingen maken en niet kijken naar de toekomst. En ik zal je zeggen, de toekomst is anders. Ik geloof zo in de jongeren van nu. Ja. Daar zit die inclusiviteit al echt veel meer in gebakken. Ja, we zitten in een generatie die nog een beetje lastig is. Ja, dus echt werk aan de winkel. Bushra, mag ik je bedanken? Je krijgt een virtueel applaus van de kijkers. En voel je al die positieve energie stromen? Dank je wel. En ook heel veel succes met je bedrijf Inclusioncy om het verschil te maken. Het belangrijke verschil. Want diversiteit en inclusie, het is niet iets vrijblijvend. Culturele diversiteit ook niet. Wij gaan nu naar een korte pauze van 5 minuten, waarbij u even de benen kan strekken en wat te drinken kan pakken. En dan ben ik over 5 minuten bij jullie terug. Dank u wel. Welkom terug na de pauze bij webinar Diversiteit en Inclusie. Vandaag hebben we het over culturele diversiteit. We hebben net genoten van de keynote-spreker Bushra Talidi, die ons meenam waarom het zo belangrijk is, culturele diversiteit. En ook dat er nog heel veel werk te doen is. En dat de jeugd, dat ze daar alle vertrouwen in heeft, dat die de verandering ook zullen verduurzamen. Vandaag in ons midden de stadsdichter van Amsterdam. Het is een voorrecht om hem hier te hebben. Gershwin Bonifacia. En hij staat naast mij. Gershwin, welkom. Dank je wel. Jij krijgt ook weer een virtueel applaus van de kijkers. Thank you. Ja, Gershwin, culturele diversiteit. Wat betekent dit voor jou? Ja, wat het eigenlijk voor mij betekent als kunstenaar is jezelf durven zijn. Ja. Ik denk dat het daar op neerkomt, dat je zelf durven zijn. En ook onder die gewenste voorwaarden geaccepteerd worden. In het literair veld soms voor mij, in het cultureel landschap. Dat is toch soms nog wel een strijd. Ja, ik kan me voorstellen, want je zegt jezelf kunnen zijn en ook durven zijn. Hè? Mm-hmm. Want in je jeugd werd je vaak gepest. Je hebt met heel veel racisme te maken gehad. Mm-hmm. En ook het feit dat je dyslectisch bent. Kan je ons daar een stukje van vertellen? Hoe dat was? Als zwarte jongen opgroeiend in Nederland, kom je er al best wel snel achter dat er andere regels gelden. Dat op een andere manier naar je gekeken wordt. Omdat ik dyslectisch ben, zorgt het ook voor dat ik op een of andere manier en niet met het gemiddelde meegaat. En dat zorgt ervoor dat je heel erg aan jezelf gaat twijfelen. Van ben ik wel goed genoeg? Kan ik onder deze voorwaarden wel mee met de maatschappij? En dat zorgt er soms voor dat je heel erg gaat co-switchen. Dat je anders gaat voordoen. Co-switchen? Wat is dat? Co-switchen als in dat je je anders gaat gedragen in bepaalde settings om geaccepteerd te worden. Ja. Ook heel veel energie vergt, hè? Ja, zeker. Ja. Het zorgt ervoor dat je constant strategisch bezig bent om na te denken, hoe zit ik, hoe kijk ik, niet te boos worden, niet te emotioneel worden. En het zorgt ervoor dat je eigenlijk steeds verder van jezelf vandaan bent. Ja. En op het moment dat je op een hoog niveau moet presteren, dan gaat het natuurlijk met elkaar bijten. Ja, want jij werd dichter als iemand met dyslexie. Ik las ook, vroeger werd ik gepest om mijn dyslexie. Inmiddels is het mijn superkracht. Ja. Hoe is dat
Wie is daarin heel betekenisvol voor je geweest om toch die strijd te kunnen voeren en echt ook jezelf te kunnen zijn en te blijven of te worden? Ja, nou, ik denk dat uiteindelijk dat het de mensen om je heen zijn. Ja. Ja, dat het de mensen om je heen zijn die ervoor kunnen zorgen dat op het moment dat het heel erg fragiel is, dat je onzeker bent, dat je aan het twijfelen bent, dat die toch enigszins houvast kunnen bieden. Om toch nog dat extra stapje te zetten, vanuit dat stapje nog een extra stap. En dat je vanuit daaruit verder komt. Dus ik denk dat de mensen om je heen, je team, je collega's, je ouders, vrienden en familie, die kunnen daar een cruciale rol in betekenen. Maar ik geloof zelfs graag dat die op bepaalde momenten zelfs daarvoor verantwoordelijk zijn. Ja. Ja, om dat stuk. En je benoemt ook collega's, hè. Mm-hmm. Er kijken veel mensen van gemeentelijke organisatie mee. Ik heb een heel kort gedicht uit jouw eerste bundel. Ik heb een fiets gekocht. Ja, ja. En die heet Mentaal. Om vrij te zijn moeten we afstand nemen van de valse goden en de testamenten die wij hen hebben toegekend. Als je denkt aan culturele diversiteit, waar moet men afstand van nemen om cultureel divers te kunnen zijn? Nou, ik denk dat we op een andere manier moeten gaan kijken naar de huidige standaarden en de waardes. Soms wel ook de normen en de gedragingen. Dat we veel meer los kunnen laten, zeg maar, wat we de afgelopen honderden jaren zeg maar aan vast hebben gehouden. En veel meer ruimte kunnen maken voor nieuwe verhalen, nieuwe inzichten, nieuwe gedragingen, nieuwe perspectieven, nieuwe verhalen. Daar is heel veel ruimte voor. Die innovatie wat dat betreft. Die kunnen we vol gaan inzetten, als het ware. Ja, de innovatie vol inzetten, nieuwe verhalen. Jij gaat ook een stuk met ons delen, hè? Ja. Want daar zijn we echt... ik heb daar zoveel zin in, dus ik ga jou het woord geven. Ja, en dat mag je richten naar de kijkers thuis of op kantoor. Precies. Ik vond het wel grappig wat je vertelde over het feit dat ik dyslectisch ben. Hè? Want als ik denk aan diversiteit, dat is dat eigenlijk het eerste wat in mij opkomt. Mijn allereerste voordracht in 2011. Ik doe mee met een literatuurprijs voor jonge schrijvers. En ik word aangekondigd. En mijn eerste gedicht heet Regendagen. En die gaat als volgt. Ik ben regendagen gaan waarderen. Grijze wolken kijken boos. De kleur maakt het somber. Het ritme waarop de druppels neerkomen op mijn dak zegt, ga maar lekker slapen. Ik droom dat ik in de regen dans. Zij bidden voor regen, ze doen de regendans. Maar regen laat zich niet sturen, regen stuurt. Ik ben regendagen gaan waarderen, regendagen brengen structuur. Zo ging het eerste gedicht en na het voordragen van het gedicht viel er een stilte. En een van de juryleden die viel onmiddellijk over een spellingsfout die ik gemaakt had, ergens in het gedicht. En ik moet zeggen, ik weet nog steeds niet welke dat precies is. Het enige wat ik kon zeggen is, oh sorry, ik ben dyslectisch. Waarop een van de juryleden reageerde door te zeggen, maar hoe kan je een dichter en dyslectisch zijn? En terwijl ze dat zei, ervoer ik een flashback uit mijn kinderjaren. Ik ben misschien 10 jaar oud en ik moet Shall I compare day to a summer day voordragen. Een sonnet van Shakespeare. Ik had de hele week goed geoefend, maar toen ik daar eenmaal voor de klas ging staan, begon ik te stotteren. Ik kreeg het warm. Ik begon woorden te lezen en te zien die er eigenlijk helemaal niet stonden. En op een gegeven moment zei mijn meester dan ook van Gershwin, stop maar. Het is niet erg. Het kan ook best wel lastig zijn om zo'n gedicht voor te dragen. En in de basis is dat natuurlijk ook helemaal niet erg. Maar ik vond het wel erg. Misschien wel een van de ergste dingen wat je kan overkomen. Dat je niet op jezelf kan vertrouwen. Alsof je diep van binnen uit elkaar valt. En ik weet nog dat toen ik een aantal maanden na dat moment te horen kreeg dat ik dyslectisch ben, dat mijn eerste reactie dan ook was van, oh god, het is toch niet voor altijd, hè?
het is toch niet voor altijd. Hè? Omdat ik me heel bewust was van het feit dat ik ondergemiddeld presteerde en ook op die manier benaderd werd. En je gaat je dom voelen, onzeker. En het allerergste aan dyslectisch zijn, dan is dan ook niet dat ik niet weet hoe ik enthousiasme moet schrijven, wat ik nog steeds soms verkeerd schrijf. Maar het ergste was opgroeien in zo'n cruciale fase in je leven met zo'n gebrek aan zelfvertrouwen. En ik weet nog dat ik naar een praktijk ging voor mensen die dyslectisch zijn. En ik leerde omgaan met dyslectisch zijn. Hè? Mensen met een bijzonder brein noemen ze dat tegenwoordig. Ik kwam erachter dat juist omdat ik dyslectisch ben, dat ik zo'n bijzondere dichter ben. Omdat ik al vanaf kleins af aan al speel met synoniemen op het moment dat ik niet weet hoe ik iets moet schrijven. Daardoor een gigantisch woordenschat heb met allemaal woorden die andere mensen nooit gebruiken. Omdat ik dyslectisch ben, heb ik een conceptueel brein. Dus mijn rechter hersenhelft dominant ten opzichte van mijn linker hersenhelft. Kan ik veel beter probleemgericht denken, veel beter uitzoomen. En dat zijn allemaal eigenschappen die ik inzet, die ik gebruik. Die mensen inmiddels ook van mij kennen en daardoor ook kunnen gebruiken. En dat maakt mij als stadsdichter, maar ook het team om mij heen, dat we elkaars diversiteit inzetten en op die manier verder komen. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat ik mee wil geven. Hè? Dat we veel meer gaan focussen op die verschillen, op die kracht. Dat gaan herkennen en erkennen. En op die manier ook verantwoordelijk kunnen zijn voor het zetten van de mensen op de juiste posities. Niet vanuit de huidskleur, achtergrond, sociale klasse. Maar vanuit de eigenschappen. Het diepste van wie we zijn. En het moeilijkste was geloven dat ik als dyslect stadsdichter van Amsterdam kan zijn. Dat was het moeilijkste. Het makkelijkste wat ik inmiddels doe is schrijven en dichten. Diversiteit is geen extraatje. Maar de enige manier hoe we uit kunnen dragen wie we ten diepste zijn. En om in leven te blijven moeten we het getik van ons horloge omruilen voor het geklop van ons hart. Willen we naar een volgende verdieping, dan moeten we diep van binnen plaatsnemen en langzaam beginnen lief te worden. Diversiteit is geen idee, maar een lichaam. Een schelp, een rondgang, een overgave, de draad die je terug wilt volgen als je bent blijven hangen, als je niet meer omhoog durft. Geen moment, maar het gevoel dat lijkt op kijken naar een lege plek in de lucht, omdat je weet dat daar ooit licht zal branden. Het gevoel dat lijkt op je ogen sluiten, maar niet bang zijn om te vallen, juist alles in je voelen stijgen. Culturele diversiteit is geen beeld. Geen passage, eerder een landschap. Gebloemschikt naar het ritme van de mensen en de kunsten. Dus laat dit geen strijd zijn waarin alleen de sterkste overleven. Maar meer een compositie waarin elk levend wezen een stukje bijdraagt. Zoals instrumenten in een opera of woorden in een gedicht. Vandaag loop ik glimlachend rond. Uit angst om betrapt te worden. Helaas gaan we veel dingen pas voelen in begrenzing. We hebben het allemaal kunnen ervaren. Leven in een zonsondergang van gekooide observaties. In een woonkamer die heel langzaam verandert. In een museum. Dus er is in feite maar één opdracht. Onderdeel durven zijn van een culturele beweging. Juist in begrenzing alle immateriële waarden in je voelen stijgen. Dus blijf dansen. Dan maar op de geluidsgolven van onze naburige sterrenstelsels. Blijf schrijven en durven nieuwe manieren verzinnen om elkaar te ontmoeten. Zonder in de aarde te verdwijnen. Diversiteit moet je beschermen. Dus in opstand komen. Wij zijn een oneindige expositie. Een permanente tentoonstelling. Ik kan het belang niet meer onderstrepen dan er simpelweg te zijn. Ik kan het belang niet meer onderstrepen dan er simpelweg te zijn. Ik kan het belang niet meer onderstrepen dan met hart en ziel te durven performen. Hen kapot te durven gaan, maar niet bang zijn voor de scherven. Want de kunst te helen
We bestaan uit 1000 stukjes die horen bij de lucht. En om in leven te blijven, moeten we het getik van ons horloge omruilen voor het geklop van ons hart. Zodat we kunnen leven in een wens van het heden, zonder de wensen van onze toekomstige generaties in gevaar te brengen. Hier is jezelf zijn een religie die de grenzen van onze verbeelding in gang kan zetten. Wij zijn het canvas, wij zijn het canvas, wij zijn het canvas. Overal nog sporen van een oude compositie, maar er is wel voldoende ruimte om te kleuren. Er is wel voldoende ruimte om te kleuren. Er is wel voldoende ruimte om te kleuren. Dank u wel. Wauw. Nou, wat prachtig. Echt, het kwam zo recht in mijn hart binnen. Echt, dank je wel, Gershwin. De kijkers, ik voel het ook gewoon van de kijkers thuis. Echt heel mooi. En ja, ik wil je ontzettend veel succes ook wensen. Je tweede bundel is uit, hè. Toen ik klein was, was ik niet bang. Heel veel succes daarmee. En bedankt dat je vandaag bij ons was. Gershwin Bonifacia. De vraag aan jullie. Wat neem je mee van deze webinar tot nu toe? Dat mag je in de chat opschrijven. Wat is iets dat je gehoord hebt of dat je denkt van, hey, interessant, dat neem ik mee. Dan mag je dat in de chat noteren. Want als we denken ook aan het verschil maken, de barometer is natuurlijk één tool die we hebben. Maar er zijn verschillende tools. Eén tool die we vandaag hebben laten zien, maar er zijn verschillende tools waar je ook het verschil mee kan uitmaken. En belangrijk is daarbij dat je als organisatie ook eerlijk gaat kijken naar de populatie van mensen die je hebt. En de mensen die ook willen. Want het zal niet altijd een fijn gesprek zijn. Het zal zeker schuren. Maar dat is nodig. Want in dat stukje schuring, daar zit ontwikkeling in. Want als het altijd gewoon lekker zo'n leuk halleluja gesprek, oh, alles gaat hier goed en prima, dan vindt er geen ontwikkeling plaats. En die ontwikkeling is nodig om daadwerkelijk een inclusieve organisatie te worden en te blijven. Ik krijg al wat punten binnen. Tanja zegt dat filmpje van Bushra blijft bij. Ja, dat was ook echt een filmpje dat je raakt. Sterker staan in discussies over dit thema. Focus op verbinding in deze discussies, geeft Amina aan. Ja, je ruimte daarin innemen, hè? Dat is niet altijd makkelijk. Maar dan is het fijn als je dit soort input krijgt. Tanja zegt, vanwege het belang om je bewust te zijn van privileges die je hebt. Ja, en Iris, Oudshoorn, jezelf durven zijn en in die hoedanigheid geaccepteerd worden. Dat vind ik zo'n mooie quote. De toevoeging aan de quote van Bushra en ook zegt VHC, een afkorting denk ik. Ik moest denken aan United Colors of Benetton. Een onbekend merk in Nederland, maar zeer populair in het Caribisch gebied. Ze gebruiken altijd diversiteit voor hun reclames. Nou, en Lieke nog, dat diversiteit eens achterom en luister naar elkaar. Kijk eens achterom en luister naar elkaar en begrijp elkaar. Ook de privileges. En de vraag stellen, Marieke zegt dat. Wat is kwaliteit? Te kijken naar een ander stukje kwaliteit. Want al die stukjes bij elkaar, die vormen een prachtig geheel. Dank jullie wel dat jullie dit delen met ons. We hebben, ja, deze ochtend, de tijd gaat snel, hè. We hebben verschillende dingen gehoord, hè. Pieter Jeroense gaf ook een persoonlijk voorbeeld over zijn Koreaanse echtgenoot en waar zij mee te maken krijgt. En doordat zij met bepaalde situaties te maken krijgt, is hij ook anders gaan kijken en leren kijken. En van, oh, zo kan dat ook. Bushra, die ons meegenomen heeft in hoe belangrijk het is en dat er nog heel veel werk te doen is qua culturele diversiteit, maar eigenlijk qua diversiteit in zijn geheel en inclusie. De inclusiediamant hebben we gezien, hè? Al die stukjes waarop we van elkaar verschillen, maar dat het erom gaat van de kwaliteiten van elkaar te zien en die samen te brengen. En daar ook open voor te staan en ruimte voor te geven. Gershwin met zijn mooie voordracht, dat er ruimte ook moet zijn voor nieuwe verhalen. Want dat zorgt ervoor dat we innoveren met elkaar.
En wat ik ook heel mooi vond, is dat hij uitlegde dat hij in synoniemen heeft leren denken, conceptueel. Waardoor dat hem anders maakt dan de rest. Zo maakt hij het verschil. En zo hebben wij, we zijn natuurlijk hartstikke uniek, hè, mensen. Er is maar één van ons op deze wereld. Dus de beste versie van jezelf worden, toch? En Sita en Raoul die ons meegenomen hebben in de barometer. Dan wil ik nu het woord ook geven aan onze tekenaar Yara. Want Yara, we zijn hartstikke benieuwd wat jij hebt getekend en opgepikt hebt en daar weer een beeld van gemaakt hebt. Ik vind dat zo knap. Ja, kun je me horen? Wij kunnen jou verstaan, ja. Oh, super. En mijn scherm ook zien, hè? Ja, ook je scherm zien. Oké. Nou, ik vond het zelf in ieder geval echt een hele mooie webinar. Ik moest allemaal huilen bij dat filmpje. Oh, ja. Maar wat ik heel erg heb gehoord is dat charter ondertekenen is heel erg belangrijk. En wat ik heel erg sterk vond is van, hé, maar we maken ook echt concrete afspraken over wat we dan echt het komende jaar willen doen. Ik heb de quote van Bujra, dus diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance, and decide together about the music and the food. Dus hoe ze dat heeft aangepakt, haar loopbaan en alle hoorders die ze eigenlijk tegenkomen, maar vooral ook de lessen die ze daarvan heeft geleerd. Dus we hebben allemaal privileges en het gaat er echt om dat het belangrijk is dat je dat weet en dat je daar bewustzijn in hebt. Een systeem heeft echt heel veel invloed, dus ook al heb je een leidinggevende of een leider die wil, zo'n systeem heeft ook gewoon heel veel invloed. En talent wat niet gekoesterd wordt, vindt altijd een weg waar het dan wel tot zijn recht komt. Dat het echt belangrijk is om te investeren in leiders die inclusief zijn, die hun eigen onbewuste oordelen eigenlijk ook kennen en zich daarvan bewust zijn. Het prachtige gedicht en verhaal van Gershwin. Over we moeten gaan luisteren niet naar het getik van een horloge, maar echt naar het geklop van ons hart. En eigenlijk dat de kracht juist zit in dingen waardoor je misschien wel anders bent. Dat je daar heel veel uit kan halen. En wat ik zelf ook heel mooi vond, is dat er echt behoefte aan nieuwe verhalen. Dus dat die echt verteld gaan worden. En dan de eigenschappen van de van de culturele barometer, dus hoe die werkt en wat diversiteit betekent voor Sita en Raoul. Ja, wat mooi, Yara. Echt knap hoe je dat zo weergeeft. Want als jij zelf, zeg maar, culturele diversiteit, hè, voor jou, wat betekent dat voor jou? Of hoe... Dingen die ik vandaag hoorde vind ik wel echt heel erg mooi. Dus dat je mag zijn wie je bent en dat je ook doet waar je goed in bent en dat je daar de kans voor krijgt. Dat je denkt dat echt onwijs belangrijk is. En wat ik ook heel erg mooi vond, waar jij mee begon, van iedereen kijkt anders. En dat je daarvan bewust bent, gewoon van je eigen blik. En dat je soms ook aannames maakt. Die je helemaal niet wil, maar waar je die automatisch gaan. Als je daar bewust van bent dat je dat echt anders kan handelen en denken, dat enorm belangrijk is. Ja. En dat er verhalen verteld worden die nog niet verteld worden, dat is voor mij ook wel iets belangrijks bij culturele diversiteit. Ja, want zeg maar in jouw omgeving, zie je veel culturele diversiteit terug? Ja, sowieso bij ons. Bij Flatland, het bedrijf waar ik werk, zijn we daar heel erg mee bezig. Hoe kan je dat ook door middel van beeldvorming? Dus tekeningen gaat ook heel vaak over beeldvorming. We lopen ook best wel vaak aan tegen stereotypering. Dat leest vaak goed, zeg maar. Dus hoe teken je een vrouwtje met een jurkje aan? Ja, dat leest iedereen inclusief goed. En dat zet ons juist heel erg aan het denken. Van hoe kunnen we daar een bijdrage in spelen? En zelf, ik kom zelf uit Amsterdam en ik ben op het VMBO begonnen en alle verschillende scholen doorgelopen. Dus daar ben ik het ook heel erg tegengekomen. Dus het is voor mij wel gewoon een heel belangrijk onderdeel ook van van wie je bent en waar het vandaan komt. Ja, en daarin ook, want zeg maar, bij dat bedrijf, hebben jullie daar gesprekken over? Is dat georganiseerd of gaat dat spontaan? Nee, alle twee eigenlijk. Maar ook georganiseerd. Dus
We doen ook echt sessies met elkaar om te kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld de tekeningen, hoe kunnen we dat beter doen? Dus we printen ons werk uit en we hangen dat op. We kijken naar elkaars werk. We doen ook gewoon tekenuitdagingen met elkaar. Dus om te kijken van hoe kan je nou... wat we nu doen is bijvoorbeeld wel stereotypes en dan eigenlijk die poppetjes gewoon uit elkaar mixen bijvoorbeeld. Dus ik ben nu bezig met een opdracht voor een sportbond. Om kinderen te tekenen die misschien wel van geslacht gewisseld zijn, zonder dat dat heel erg stereotypering zit. Maar dat we zoeken van hoe kan je dat goed in beeld brengen. Ja. En de discussies voeren we er ook over. Dus deels over de tekening, maar ook deels van wat voor opdrachten willen we wel en niet tekenen. En hoe zetten we die tekeningen dan daar weer in. Ja, wat mooi. Dank je wel. Dank voor het delen, Yara. En ook voor de tekening. Die krijgt iedereen opgestuurd na dit webinar. En wat ik ook mooi vond, wat Yara aangaf, is dat collega's elkaar daar feedback ook op durven te geven. Zodat je constant verfijnt en ook verbetert. Want daar gaat het ook om. Je kan het niet allemaal in je eentje gaan bedenken van hoe iets overkomt. Maar door juist een andere blik van iemand of juist een andere mening, dat je denkt, oh, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Dat het ook zo over kan komen. En dat zorgt er ook weer voor dat je het met z'n allen doet. En deze webinar, het is een reeks van 5 webinars. We hebben er nog 2 te gaan. En we willen jullie graag ook een vraag stellen. En in de chat mag je daarop antwoord geven. Want de laatste webinar, 7 december, die gaat over gender en leeftijd. En daar willen we een soort netwerkbijeenkomst van maken. Het idee is om misschien fysiek bij elkaar te komen. Maar dat ligt er helemaal aan of jij dat ook zou willen of daartoe in staat bent. Dus vandaar de vraag van, zou je 7 december naar een fysiek evenement gaan? En dan mag je in de chat ja, nee of misschien mag je dan invullen. En ondertussen keek ik even mee in de chat. Rietdijk is haar naam. Yara Rietdijk, ja. Dank Tanja voor die vraag. Maar zou je 7 december naar een fysiek evenement gaan? En dan mag je... ja, met uitroeptekens. Ja, ik moet zeggen, ik mag alweer wat fysieke evenementen, mag ik daar de dagvoorzitter zijn. En dat is toch echt heel bijzonder qua energieuitwisseling, hoor. Dat kan online niet evenaren. Maar online heeft ook zijn voordelen. Maar heel fijn. Misschien, nee. Nou, dank voor jullie antwoorden. Blijf ook vooral antwoord op die vraag geven, want we gaan ons even beraden. De volgende webinar is 2 november. Dan zullen we die vraag ook stellen. En op basis van de antwoorden gaan we kijken wat eruit komt. Ik zei het al. De volgende webinar is dinsdag 2 november. En die zal gaan over LHBTQI. Ik zal niet de dagvoorzitter zijn, maar mijn collega Fedwa Aloui. Zij zal jullie door de webinar heen begeleiden en zo'n fijne collega. Dus ik ben blij dat zij dat doet. Ik ben er de laatste webinar weer bij, dat is in december. En ik wil jullie sowieso allemaal bedanken, de kijkers. Ook jullie actieve deelname, de vragen die jullie stellen. Het is ook echt voelbaar wanneer jullie geraakt zijn. Dat vind ik zo mooi. Energie is echt een bijzonder gegeven. We krijgen ondertussen heel veel... Groningen is vaak ver weg. Volgende week zit ik in Groningen trouwens. Misschien, ik vind deze manier wel heel laagdrempelig en efficiënt. Nou, verschillende reacties krijgen we binnen. En die nemen we natuurlijk mee in de overweging of dat zo gaat of niet. Dan wil ik tot slot alle sprekers ook bedanken dat ze de tijd hebben genomen om te delen met ons. Want daar gaat het om te delen en om samen het verschil te maken. Iedereen is daar ook verantwoordelijk voor. Dat gaf Gershwin ook heel mooi aan. En als we die verantwoordelijkheid pakken en die ruimte innemen, nou, dan zal je zien wat voor beweging je dan in jouw organisatie teweeg kan brengen. En tot slot wil ik eindigen met een quote
die ik tussendoor ook al had gezegd. En nu zal ik even de tijd nemen om hem nogmaals met jullie te delen. En die luidt als volgt. Diversiteit stuwt innovatie. Wanneer we beperken wie kan deelnemen, beperken we tegelijk welke problemen we kunnen oplossen. Van Tellen Whitney. Dus mensen, wij gaan niet kiezen voor de beperking, maar juist voor de overvloed en samen interacteren met elkaar om een inclusieve en diverse organisatie te zijn bij de gemeente. Ik wens jullie daar ontzettend veel succes bij. Dit was Michonne Maduro, diversiteit en inclusie voor het ANO-fonds en VNG. Dank jullie wel.